Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van maandag 13 oktober. De stadsregio Amsterdam heeft vorige week besloten om het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoren verder te onderzoeken. De verwachting is dat dit onderzoek in het laatste kwartaal van 2015 is afgerond en dat dan ook bekend wordt of de plannen doorgaan. Sommige effecten van het doortrekken van de Amstelveenlijn zijn al eerder onderzocht. Er is bekeken of de reistijd, het comfort en de betrouwbaarheid met de komst van de sneltram naar Uithoren voor de reiziger verbetert en of de exploitatiekosten verminderen. De score op deze punten is positief. Pieter Litjens, portefeuillehouder openbaar vervoer van de stadsregio, vindt dit een goede reden om de mogelijkheden verder te onderzoeken. Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoren is in beeld gekomen omdat de bestaande sneltram tussen Amsterdam en Amstelveen wordt omgebouwd. Volgens Litjens kan met een beperkte investering een toekomstvast, betrouwbaar project worden gerealiseerd. De iPad van wethouder Jeroen Brandes is woensdag 1 oktober na de raadsvergadering gestolen uit de raadzaal. Op de tablet stond vertrouwelijke informatie, waaronder de gemeentebegroting 2015. Deze werd vorige week aan diverse media gestuurd, waaronder aan RTV Amstelveen. Dit gebeurde via een anoniem e-mailadres met de naam Wakker Amstelveen. Het e-mailadres is ondertussen verwijderd bij de gebruikte e-maildienst en de gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie die de zaak verder onderzoekt. Werkgevers willen in de toekomst een sociaal stelsel waarin ook ZZP'ers zijn verzekerd tegen werkloosheid en ziekte. Op dit moment kiezen veel zelfstandigen ervoor om zich niet te verzekeren. Wij vroegen de Amstelveense ZZP'er Brenda Beukering waarom eigenlijk. Het risico is dat als je geen werk hebt, je ook geen inkomen hebt. En als je... Dat is het grootste risico natuurlijk. Mensen kunnen zich daartegen verzekeren. Hoe werkt dat? Ik weet dat ik toen ik begon, heb ik me daar wel in verdiept. Van wat is slim om te doen. Ziektekosten, als je arbeidsongeschikt wordt. Ja, dan heb je ook niks als je niet meer zou kunnen werken. Ja, daar kan je tegen verzekeren. Ook als een bepaald contract met een klant wegvalt, kan je ook tegen verzekeren. Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen, want het was dermate duur. Ik had zoiets van, laat ik nou eerst maar gewoon proberen te verdienen. En op dit moment loopt het aardig en heb ik nog steeds niet de behoefte om me te verzekeren. U zegt al, het is hartstikke duur. Ik kan me voorstellen dat een ZZP'er dan al vrij snel denkt van, ik neem geen verzekering. Is dat dan niet een beetje nutteloos om zo'n verzekering te hebben? Ja, dat is een hele persoonlijke keuze, denk ik. Het is maar net welke zekerheden je wil varen. Je kan je tegenwoordig overal voor verzekeren. En nogmaals, ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Weet je, dan de risico's die nemen we maar voor lief. En ik heb ook geen... Kijk, ik kan me voorstellen als je schilder bent of wat dan ook. Hè, dat de risico's zijn groter dat je van je trap valt en dat je het niet meer je werk uit kan voeren. En mijn dingen zijn met name gewoon administratief. Dus ja... Die risico's zijn iets kleiner. Maar het is een persoonlijke keus. Brenda houdt ook bijeenkomsten voor andere ZZP'ers waarin zij hun ervaringen kunnen delen. We hebben dit jaar één keer een bijeenkomst gehad, ZZP-bijeenkomst. Ook hier gewoon kosteloos op mijn locatie. Om te netwerken, om te verbinden, om te kijken waar loopt iedereen tegenaan. En in januari staat er weer eentje gepland. Een 16-jarige Amstelveener heeft zaterdagnacht een beveiligingscamera gesloopt aan de Orion. De vandaal kwam er niet ongestraft mee weg, omdat hij op heterdaad werd betrapt door een handhaver. Aan de Orion komen de laatste tijd steeds meer groepen jongeren samen. Wethouder Raad heeft al extra toezicht aangekondigd om de veiligheid te vergroten. Dit werd vanmiddag al meteen in de praktijk gebracht. Een aantal jongeren werd door de politie om identificatie gevraagd en volgens de jongeren werd een bandana door de politie als intimiderend beschouwd. De Stichting Amstelveen Oranje heeft een nieuwe voorzitter. Frank Kuiper heeft het stokje overgenomen van Cor Aerts. Afgelopen week werd op een landelijk congres van de Oranjeverenigingen teruggekeken op de eerste Koningsdag in Amstelveen. En er werd vooruitgekeken naar de nieuwe ontwikkelingen. Waaruit is de Stichting Oranje ontstaan? Ja, de Stichting Amstelveen Oranje is eigenlijk een voortvloeisel uit wat vroeger VNF was. De Vereniging tot Viering van Nationale Feestdagen. En vroeger was het zo dat die
hadden bijdragers uit de pachtsom van de kermis. Dat is toevallig wel grappig, want het is nu ook weer kermis. Maar daar is uit die baten moesten de vieringen van de feestdagen hier in Amstelveen worden georganiseerd. Nou, de kermisomzetten liepen terug. Uiteindelijk is dat een heel nieuwe problematiek geworden. En heeft de gemeente eigenlijk de bijdragers overgenomen. En recentelijk is de naam veranderd van VNF naar Stichting Amstelveen Oranje. En wat doet die stichting precies? Wij houden ons voornamelijk bezig met de viering van de nationale feestdagen. Daar faciliteren wij deelnemende organisaties bij. En wij organiseren vanuit onszelf, vanuit het bestuur, met alle hulp die we daarbij krijgen, de vaste activiteiten die zich zo met die feestdagen in Amstelveen altijd laten organiseren. Een van die activiteiten is Koningsdag. Afgelopen Koningsdag was in Amstelveen. Daar is een congres over geweest en daar is het ook over Amstelveen gegaan. Dat klopt. Velen zullen inmiddels in de krant hebben gelezen wat de koning heeft aangegeven. Hoe hij en zijn echtgenoten de vieringen van de komende koningsdagen graag zouden zien. Daar is natuurlijk ook naar voren gekomen dat dat facet van de wandeling door Amstelveen hier. Langs alle Amstelveeners en langs alle manifestaties in hier met de apotheose op het stadshart. Dat het een heel belangrijk en prettig onderdeel was en dat wil hij er vast in houden. Weliswaar niet in Amstelveen, maar in de nieuwe stad natuurlijk. Ik heb ook begrepen dat er geen twee steden of gemeentes meer bij betrokken zullen worden. Maar hij zal zich richten, of zij zullen zich richten op één stad. Hebt u nog iets toe te voegen? Nou, ik zou mensen in Amstelveen die zeggen van nou, ik zou af en toe wel eens willen helpen met de organisatie van zulke evenementen. Daar zou ik een beroep op willen doen of zij willen kijken op de Amstelveen Oranje site en wellicht contact met ons willen zoeken via de e-mail. Om te kijken of we een beroep op hun kunnen doen als we hun nodig zouden hebben bij de organisatie van de Nieuwe Koningsdag. In P60 kunnen zaterdag 18 oktober de haren weer helemaal los tijdens het headbangen. Dan vindt namelijk alweer voor de 15e keer het Heavy Metal Maniacs Festival plaats. De liefhebbers weten dat een zeer geslaagd festival wordt met als headliner Grim Reaper. Wat gaat er allemaal gebeuren hier? Nou, dat betekent dat er een heleboel heavy metal bands komen spelen. En dan voornamelijk over de jaren 80 metal. Dus de new wave of British heavy metal bands. Dus dat wordt ontzettend gaaf. Hoe is het tegenwoordig met de heavy metal gesteld? Nou, op zich gaat het best wel goed met de heavy metal. Het is natuurlijk, het leeft niet zo hard als vroeger. Het is niet echt mainstream meer. Maar er zijn zeker een heleboel liefhebbers voor de heavy metal. En die zullen hier ook zeker op afkomen. Kan je wat over de line-up vertellen? Ja, we hebben Midnight Messiah, Sad Iron, Dealer, Diggith en Venator. En als laatste hebben we Grim Reaper. Dat is de headliner vanavond. En waarom specifiek deze als headliner? Grim Reaper is een hele belangrijke band en een grondlegger van de new wave of British heavy metal. Nadat de punk een beetje voorbij was in Engeland, kwam deze stroming opzetten en Grim Reaper is er heel belangrijk in geweest. En tot laat kunnen we genieten van de Heavy Metal Maniacs Festival? Het zal ongeveer doorgaan tot 12 uur, maar dan is het gelukkig nog niet afgelopen. Dat eventueel ook nog in het café nog even verder. Ja of nee? Dat is de keuze die u deze week kunt maken als de vraag wordt gesteld, bent u al donor? Dit in het kader van Donorweek 2014. Deze actie wordt onder meer ondersteund door een dagelijkse tv-show die in de Ja-studio's wordt gemaakt. De Donorweek gaat van start vandaag. Wat kunnen we verwachten deze week? Nou, we hebben een week die zelfs 8 dagen telt, want gisteren zijn we al begonnen met een donorrun in Eindhoven. We sluiten komende zondag af met een donorrun in Amsterdam. En ertussenin staat het hele land de hele week in het teken van zoveel mogelijk mensen de vraag stellen, ben jij al donor? 5 dagen lang een donorjournaal op jaofnee.nl tussen 12 en 1 door Dennis Wening met heel veel bekende Nederlanders. Ja, ik zou bijna zeggen, het is niet te missen deze week. Hoeveel levens worden er per jaar gered? Het gaat om in totaal echt honderden mensen die een transplantatie krijgen per jaar. Ook deels van mensen die bij leven doneren. Maar er staan nog steeds heel veel mensen ook op de wachtlijst, ruim 1000. Hè, dus daarom gaf ik al aan. Gelukkig gaat het goed dat er heel veel transplantaties zijn. Maar het is nog niet genoeg om alle mensen op de wachtlijst een nieuwe kans te geven. Hoe staat Nederland in het geheel? 42% van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder staat in dat donorregister. En daarvan zegt ruim 60% ja. Dus dat is
natuurlijk al hartstikke goed. Ja, we hopen dat tijdens de Donorweek dat natuurlijk nog meer mensen, hè, van die eigenlijk 58% die het nog niet heeft vastgelegd, dat die daar alsnog dat gaat doen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Amstelveen, dat staat ietsje lager. Dat staat ruim 40% geregistreerd. Dus ook al zou zeggen voor Amstelveeners, ja, registreer je deze week. Nu is het moment. Ja, team. Ja. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk een team van reporters die het land intrekt met deze prachtige bus. En we gaan op zoek naar allemaal mensen die donor willen worden. Hoe nodig is het? Het is nog steeds heel erg nodig. Want wat mensen niet weten is dat van de miljoenen mensen die al ja hebben gezegd om donor te worden, daar kan maar 10% van gebruikt worden. Dus je moet onder precies de juiste omstandigheden overlijden, wil je in aanmerking komen. Dus eigenlijk zou gewoon heel Nederland zich moeten inschrijven. Is het niet voor de patiënten die op een orgaan wachten, dan is het wel voor de nabestaanden. Want anders moeten zij die beslissing maken nadat je bent overleden. Je bent vanmorgen al op pad geweest, begrijp ik. Hoe was dat? Heel erg leuk. We zijn bij Mattie en Wietse van Q Music langs geweest. Het was wel heel vroeg. We moesten echt om 6 uur opstaan. Oeh. Maar we hadden lekkere koffie en het ging heel goed. En zij zijn ook allebei donor, dus ik ben tevreden. En dan nu de voetbaluitslagen. We beginnen met het zaterdagvoetbal. AMVJ boekte zijn eerste nederlaag door met 2-0 bij Beursbengels te verliezen. Amstelveen won met 3-2 van Marken. Erkavik Buitenveldert werd 2-3. NFC VEW 2-3. Roda 23 Alvia 2-4. En Sporting Martínez ZTO 70 2-1. En dan nu het zondagvoetbal. Ook Roda 23 liet punten liggen. Zij verloren met 4-2 bij Bloemendaal. NEC Zuidoost United werd 2-1. Zwift Sporting Martínez 0-2. En Oudekerk gaf Nautilus ouderwets op de broek met 5-0. Vrolijk nieuws. Op geitenboerderij de Riedammerhoeve in het Amsterdamse Bos zijn vanochtend 10 biggetjes geboren. RTV Amstelveen ging meteen op kraamvisite. Biggetjes geboren op geitenboerderij de Riedammerhoeve. Een bijzondere gebeurtenis? Ja, geweldig. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we voor de laatste keer biggen hadden. Hoeveel zijn het er? 10. Ja, er zijn er 10. Kunnen mensen deze bezoeken? Jazeker. Het hok is open voor kraamvisite. Ja, zoals ze even wat groter worden, dan gaan ze vanzelf weer tussen de geitjes spelen. De vaste bezoekers weten wel hoe dat werkt bij ons. Is het nou een mooie tijd om dit te hebben in de herfstvakantie? Nou ja, natuurlijk, dat heeft Betsy de Zeug natuurlijk geweldig gepland. Dat kon niet mooier. We hadden gehoopt dat ze van de zomer al zou komen, in de zomervakantie, maar het lukte steeds niet. Want ze is wel 3-4 keer gedekt, maar nu is het toch nog gelukt. Waar kunnen de mensen deze biggetjes vinden? Dat is op de geitenboerderij de Riedammerhoeve, midden in het Amsterdamse bos. En dan nu het weer. Vanavond en vannacht is het zo goed als droog. Bij een eerst nog matige wind koelt het af naar 10 graden. Morgen is het afwisselend bewolkt en zonnig. En het wordt 19 graden en er waait een matige wind uit het zuiden. En dit was het RTVA-nieuws van maandag 13 oktober. Wij zijn er morgenavond weer om 7 uur. Tot dan.